wij kunnen niet te veel van die tussenjaren hebben als Ajax zijn. Wat je zegt klopt, maar als het zo vaak niet gebeurt en je speelt zoveel slechte wedstrijden, is dan ook gewoon die selectie gewoon te zwak om dat te vragen om je heen van spelers? Ja, yeah, definitely. When you win just one game, then of course that we need much more in selection. But okay, we know that it's not something that we already talk about that. Dankjewel. Dan ga je naar voren naar Willem. In 2018, het was vlak voor jij kwam, toen was het ook hier 3-0 met Ten Hag toen hij net een halfjaartje bezig was. Toen werd PSV kampioen en toen moest eigenlijk het team helemaal opnieuw opgebouwd worden, Ajax. Denk je dat dit het moment is dat Ajax eigenlijk moet gaan bouwen aan een heel nieuw team, aan een heel nieuwe, moet gaan nadenken van wat moeten we eigenlijk volgend jaar gaan doen? Yes, of course, definitely, because we want to be successful, and of course, but what I say, you know, we already talk about that and everyone talk and I think everyone knows that we need better players and everything. But what I say, you know, I don't want to take any excuses and everything. You know, it's not good enough for us. We need to do it better, and we need to take responsibility. Samen hebben jullie drie keer van Ajax gewonnen, van Feyenoord gewonnen en dan in de slotfase nog gelijk gespeeld. Jullie zijn heel goed in die topwedstrijden. Wat maakt jullie zo goed in de topwedstrijden? Ja, zoals iedereen weet, het seizoen was ups en downs, vooral ook tegen tegenstanders die eigenlijk moesten winnen. En dan kom je de toppers, Ajax, Feyenoord, de AZ, en dan weet je dat je er moet zijn, want de kwaliteit is echt heel erg hoog. En ja, wat ik zeg, aan het bouwen zitten, verdedigen, omschakeling, je moet gewoon scherp zijn, want op elk moment kan iets gebeuren, dus dat maakt het wel speciaal. Geeft dat ook extra het gevoel dat je dit seizoen uiteindelijk hebt laten liggen? Want ja, je wil natuurlijk kampioen worden. En sorry? Dat je dit seizoen uiteindelijk hebt laten liggen, want je wil kampioen worden. En in de topwedstrijden hebben jullie wel gepresteerd. En tegen de onderste drie heb je allemaal punten. Ja, ik denk vooral de topwedstrijden moet je zijn. Je moet het winnen, maar ook tegen kleine tegenstanders moet je het ook laten zien. Dat is helaas niet altijd gebeurd. En daarom denk ik ook dat we zo op deze situatie zijn. Maar wat ik zeg altijd, vallen en dan weer opstaan en weer een nieuwe week en weer vol gas geven. Je wisselt best in august. Hoe zag je die omzetting? Wat was daar het plan van? Vooral met Brian Brobby. Wat meer diepte, wat meer snelheid. Kijken als aanspeelpunt. Kijken vanuit, zeg maar ook, de ruimtes achter de laatste linie van PSV. Die werden natuurlijk steeds kleiner. Maar vooral daarin. Ik vond dat we te weinig diepte in ons spel hadden. Ja, dan probeer je met Brian daarin, met zijn atletisch vermogen, om daar te kijken of je daar het verschil mee kan gaan maken. Ik denk dat je vooral moet kijken naar, wat ik zeg, de manier zoals je wil spelen. En of je de spelers er wel voor hebt of niet voor hebt. En je moet kijken of je spelers in de kracht kan zetten. Dat is waar ik nu mee bezig ben. We hebben een manier van spelen de afgelopen jaren, denk ik ook. Op een gegeven moment kreeg je op een gegeven moment de drie tienen of de backs die in het middenveld komen. Ja, natuurlijk wil je op een bepaalde manier spelen. Natuurlijk weet je wat PSV doet. Maar dan moet je ook wel de materiaal en de spelers hebben dat ze dat ook kunnen. En ik denk ook vorig jaar, er is een hoop kwaliteit is er weggegaan. Er is eigenlijk een compleet nieuw elftal gekomen. Ja, dat kost ook tijd. Dus dat denk ik ook dat het gewoon heel realistisch is. Dat dit een jaar is die je moet nemen zoals die is. Maar je moet heel kritisch kijken richting volgend seizoen alweer. En ja, dat is helaas misschien wel een tussenjaar. Maar wij kunnen niet te veel van die tussenjaren hebben als Ajax zijnde. Voor de wedstrijd hoorden we jou zeggen, Sangaré is vroeg waarom erin. Toen zei je, nou ja, ik zie dat hij op de training weer goede reactie geeft. Hoe ben je met hem bezig in zo'n week? Want hij speelde, denk ik, nu net zoals hij de bekerfinale speelde. Dat overal tussen. Motor op middenveld. Ja. Heb je daar nog met hem? Nou ja, kijk, er gebeurt natuurlijk iets met de speler als je hem passeert. Zeker met de speler die dat nooit heeft meegemaakt. En dan komt daar een reactie uit. En daar zitten ook gesprekken aan vast. Want je wil ook iemand iets meegeven. En je wil hem weer op dat topniveau krijgen. Daarom doe je het. Niet om iemand kapot te maken. Daarvoor ben je geen coach. Dus ik vind het geweldig hoe hij is gaan reageren op trainingen. En vandaag heeft hij ook een hoger niveau gehaald. Als vond ik de weken voordat ik hem passeerde.
Dus dat is een compliment aan hem. Maar ik kan vandaag heel veel pluimen uitdelen.